denken van nou misschien is het ook goed om wat mensen uit te nodigen. Ja, hoe kwam dat zo? Nou, ik wilde wat vaker gaan draaien in plaats van alleen maar live optreden. Precies op dat moment kwam ik Jury al tegen. En dat was de jongen die ook alle recorded feestjes deed en zo. En op de een of andere manier ja, hadden we een soort klik en bedachten we eigenlijk een, ja, zeg maar rond Secret Cinema wat mensen uit te nodigen, omdat ik altijd op andere feestjes sta. Vond ik het wel leuk om eens een keer andere mensen ook uit te kunnen nodigen en ja, langzaamaan met DJ's het een beetje uit te kunnen gaan. Waarom hier? Ja, waarom hier? Dat vraag ik me ook heel erg af. Ik weet niet. Maar ik begrijp nu wel een beetje waarom hier. Oh ja, ja, ik begrijp het nu ook wel. Ja. Dames, waarom hier? Waarom hier? Omdat dit thuisbasis is natuurlijk. Thuisbasis. Voelt dit als thuisbasis dan? Ja, ja, ik woon in Rotterdam. Ja. Je woont in Rotterdam? Ja. Ben je geboren? Ja, ik ben niet getogen. Maar mijn studio is hier ongeveer 500 meter vandaan. Oké. Okay. Je hebt wat met Rotterdam. Ik heb wat met Rotterdam. En toch kwam je pas recent Jury al tegen. Ja, want Jury al die komt eigenlijk uit Amsterdam. Dus ja, dat duurt het even voordat je elkaar tegenkomt. Zeg maar. We stonden samen op een feestje in de Helling in Utrecht. Daar draaide James Holden. En dat was na Extrema. Dat was Fleur ook bij Monica. En dat was echt... Ja, het feest van dat jaar, dat was 2006 denk ik. Misschien dat het 2007 was dat. Ja, ik weet niet. We liepen allebei met een soort van idee rond. En wat was het idee dan? Ja, hij wilde zeg maar stoppen met feestjes organiseren en zich wat meer op management storten. En ik wilde juist stoppen met al die live trainings en wat meer gaan draaien en eigenlijk juist weer feestjes gaan organiseren. Energie van. En de nu
buitenlanders die je erbij gehaald hebt? Van waar? Ja, Marco Nestic uit Servië en Technesia uit Frankrijk. Hij woont nu in Parijs. Mm-hmm. Oorspronkelijk uit Hongkong, geloof ik. Mm-hmm. Ja, Technesia heeft eigenlijk best wel veel hits op zijn naam staan. Ja, is meer een mainstay. Ja, een beetje rond 2000 was zeg maar zijn piektijd. Hij draait echt een beetje van die ouderwetse stoomtrein techno, weet je. En ik dacht van ja, dat vind ik wel tof voor Rotterdam. Ja. Stoom, trein, arbeid, Rotterdam. Ja. Techno. Leuk. Hey, dankjewel.